Ik vind het er best lekker uitzien. Ik heb er wel nog wat extra groentes doorheen gegaan. Bimi. Goed zo. Jimmy kan de koprol. Hoera. Maar het is toch bizar. Welk kind houdt het nou zo lang vol? Kom, dadelijk gaat het ijsje alle kanten op. Ik vraag me af en toe af of ik me zorgen moet maken. En aan de ene kant denk ik nee. Maar volgens het consultatiebureau wel. Ze vinden dus dat hij nog niet genoeg praat. Want nu zou hij 2 woordjes, liefst meer, moeten zeggen. En dat doet hij niet. Goedemorgen allemaal. Wij zijn deze ochtend al goed op weg, want Jimmy is al op school. En ik ga Charlie nu even naar mama brengen, want ik heb een afspraak voor mijn wimpers. Dat is een beetje onhandig, want ik bedacht me later dat Thijs nu moet werken, dus dat ik Charlie heb. Maar gelukkig is mama altijd vrij op vrijdag. En wilde ze me uit de brand helpen. Dus ik ga even meneertje wegbrengen. Die gelukkig weer helemaal vrolijk is en helemaal zichzelf. Dus daar zijn we erg blij mee. Schat, zullen we even de jas aan doen? En de camera laten staan, alsjeblieft. Ja, dat is moeilijk voor jou, hè? Dat weet ik. Jasje aan. Gaan we lekker bij oma spelen? Ja, dat is leuk. Hoera! Zo, nou, we kunnen gaan. Ga je eens wakker? Wie wordt er net wakker? Kiekeboe. Kiekeboe. Zo vrolijk. Wat doe jij nou? Wat doe jij nou? Gekkie. Afijn, wij gaan lekker pizza eten. Pizza met salami, want dat vindt Jimmy lekker. En jij? Wat ga jij eten? A. A? Dank je. Nou, we gaan hem toch hebben. Ik vraag me af en toe af of ik me zorgen moet maken. En aan de ene kant denk ik nee. Maar volgens het consultatiebureau wel. En ik weet heel erg dat ik me daar niks van moet aantrekken. Van wat het consultatiebureau vindt. Maar ze vinden dus dat hij nog niet genoeg praat. Want nu zou hij 2 woordjes, liefst meer, moeten zeggen. En dat doet hij niet. Nou ja, hij zegt die. Oh, papa en mama mag je niet meerekenen. Hij zegt die en... Ja, dat is het wel zo'n beetje eigenlijk. En als hij zwaait. En soms ook als hij iets krijgt, zegt hij ook daar. Alsof hij dank wil zeggen, maar... Ja, het is niet zoveel. En ik weet nog, met Jimmy, dat ik ook vond, in vergelijking tot andere kindjes, dat het bij hem lang duurde. Dat ik dacht, moet ik me zorgen maken? En ineens begon hij te praten. En binnen no time haalde hij eigenlijk alle andere kindjes in. En liep hij juist voor met zijn spraak, omdat hij echt hele zinnen maakte. Dus als ik daaraan denk, denk ik, ja, hij doet het gewoon op zijn eigen tempo en het komt wel. Maar het consultatiebureau kan dan zo zijn, weet je wel. Dat je denkt... Oké, hij gaat niet volgens de boekjes. Hij doet er misschien iets langer over. Maar moet ik me dan zorgen maken? Dus het zou fijn zijn als je een beetje begint te praten, Charlie. Maar we moeten ons niet druk maken, oké? Doet hij sowieso niet. En hij begrijpt daarentegen wel gewoon al steeds meer en meer. Bijvoorbeeld als ik in de woonkamer sta en ik zeg tegen hem, ga maar je schoenen pakken. Dan loopt hij meteen naar de deur toe, gaat hij naar de gang toe, pakt hij zijn schoenen en gaat hij op de trap al klaar zitten. Zo met zijn voet zo naar voren van kom maar, om een voorbeeldje te noemen. Hij begrijpt best wel veel dingen al. Dus ja, het is gewoon, misschien heeft hij niet zoveel zelfvertrouwen. Wat heb je nou iets in je mond gedaan? Laat eens kijken. Waar zit het? Oké, dan steekt hij voortaan al zijn... Oh, sorry, jullie zagen het niet. Laat zien. Steekt hij al zelf zijn tong uit, omdat hij weet dat dat niet mag. Weet je, dat soort dingen ook een voorbeeld. Hij snapt dat allemaal. Dan doet hij dus iets in zijn mond wat hij weet dat dat niet mag. Ja, je hebt het nog steeds in je mond, hè? En dan steekt hij al zelf zijn tong uit, omdat hij weet dat ik het eruit wil halen. Ik zie niks.
Meestal zit het dan ook zo op het voorkantje van zijn tong dat hij zo mij het eruit laat pakken. En hij is heel lief met heel veel knuffels geven de hele dag. Hè? Dus ja, ik maak me geen zorgen, maar soms denk ik van moet ik me zorgen maken. Dus dat. En soms heb ik ook echt het idee dat het gewoon een stukje zelfvertrouwen is bij hem of zo. Dat hij er al stiekem wel kan, maar het nog niet doet. Want bijvoorbeeld de bal. Hij weet heel goed wat de bal betekent. Als ik zeg ga maar de bal pakken, dan waar die ook ligt, hij vindt hem en dan komt hij hem brengen. Of als ik dan zeg van, als hij dus een bal wil, net zoals net, zegt hij de hele tijd en dan wil hij dus de bal hebben. Dan zeg ik bal en dan wil ik hem niet geven voordat hij bal zegt. En dan gaat hij zo lachen en dan doet hij zo. En dan houdt hij het in en dan gaat hij lachen en dan gaat hij maar iets anders doen omdat hij de bal niet krijgt. En dan geef ik hem natuurlijk wel, maar dan denk ik, ah, volgens mij kun jij het gewoon al zeggen. Hij heeft het in het verleden wel al een keer gezegd, maar dat was een keer en daarna helemaal niet meer. Dus goed, ik ga me er geen zorgen om maken, maar ik wou het toch even besproken hebben met jullie. Ben je alles aan het... Hij is alles aan het schilderen. Charlietje door het raam kijken. Hij heeft een hele grote stoepkrijt gekregen als tractatie. Dag, dag. Johnny, goedemorgen. Die heeft weer heel goed geslapen vannacht, hè. Ja. Dan gaan we weer lekker sporten, hè. Ja. Oh, daar komt de politieagent. Ga je die meenemen? Jimmy moet voortaan altijd naar school en naar de sportschool iets meenemen. Hij wil gewoon iets bij hebben. Charlie ook even? Oké, dan. Wauw. Ja, je mag hem ook. Dankje. Oh, heel leuk. Ik ben zo moe, mensen. Ik weet ook niet hoe het komt, want ik slaap wel gewoon goed. De box is net opgehaald, dus we hebben hier nu een mooie kale plek. Waar we denk ik nog een kast willen neerzetten of iets. Of een mooie plant. Zie je dit? Dit was toen wij de muur gingen verven. Een stukje wat, ja, dat was nat of zo. Ik weet niet meer wat het was. Of we, volgens mij toen we de tape eraf haalden, kwam daar een stuk van de muur mee. Dus het witte hier is niet gepakt. Dus ja, er moet sowieso iets voorkomen. Of we moeten er iets, nou ja, ik denk niet dat we dat nog mooi krijgen. Mijn trui ook. Het is echt een stukje mom life. Jimmy heeft aan deze kant net zijn mond half aan mij afgeveegd. Hier heb ik een vlek. Die komt van Charlie die ik fruit ging geven. En ik hou hem gewoon aan. Want ik geef geen piep. Ik hou hem gewoon lekker aan. Maar goed, ik ga nou boodschappen doen. En ik ga een nieuwe soort bami maken. Ik had opgezocht Kids Proof maaltijden. Ik vond deze er heel lekker uitzien. Dus als het een succes is, zal ik het wel weer delen met jullie. Ik vind het er best lekker uitzien. Ik heb er wel nog wat extra groentes doorheen gegaan, Bimi. Om het wat extra groentes te geven. Maar ik ben benieuwd hoe het smaakt. Want er moest dus echt heel veel zoute sojasaus doorheen. Dus voor Jimmy is het eigenlijk helemaal geen goed gerecht, zou ik dan zeggen. Maar het stond dan ook echt op zijn website voor kindproef recepten. Zo kindproof vind ik het dan eigenlijk niet. Het is wel lekker. Ja, ik ben benieuwd of Jimmy het lust. Zal wel weer niet. Alles voor niks gedaan. Maar goed, dan eten we het zelf in ieder geval op. Ze hadden Charlie bij de sportschool in bed gelegd omdat hij heel moe was. Hij was om 6 uur al wakker. Dus hij heeft daar 1,5 uur geslapen. Jimmietje is net wakker van zijn slaapje en ik heb Charlie gewoon toch maar in bed gelegd om te kijken of hij nog kon slapen. Meestal lukt hem dat dus niet. Maar nu is het echt bizar, want hij ligt er dus niet overdreven letterlijk al 1,5 uur in, alleen maar te kletsen. En ik dacht, ja, zolang hij kletst, gaat hij misschien op een gegeven moment in slaap vallen. Maar hij zit nog steeds te kletsen. Hoe kun je dat 1,5 uur zonder te zeuren, zonder te huilen?
Dus goed, ik ga hem er maar uithalen. En dan zien we wel hoe lang dit volhoudt. Gewoon tot vanavond. Maar het is toch bizar. Welk kind houdt het nou zo lang vol? Hey, ga je nou toch wel liggen? Hi, schat. Hi. Kan je niet slapen? Hey, kan je niet slapen? Hi, schat. Hi. Ga maar uit. Ga maar dan toch maar uit. Ja, als je nou in slaap valt, dan wordt het weer heel laat. Ja, je bent echt een gekkie, hè? Dat gaan we zo lang niet meer doen. Dat vind ik ook zielig, ook al is hij zo vrolijk. Gewoon te kletsen de hele tijd. Dat kan je zo lang zeggen. Het is toch saai in bed? Gekkie. Kom, gaan we eruit. Zo vrolijk nog steeds. En toen zat ik te denken, Charlie. We hebben een boekje die jij misschien wat interessanter vindt. Dada. Voor woordjes te leren. Even kijken dat het niet valt. Dat is deze. Dan kunnen we gewoon dingen aanwijzen. En misschien dat je dat wel oké vindt. Want Charlie, ze zeggen dus dat je heel veel leert van boekjes lezen. Ook met praten. Dus die leg ik op jouw kamer neer. Gaan we gewoon vanavond proberen. Dan ben je dan misschien wel heel moe. Of je dat misschien leuk vindt. Gaan we niet nou doen. Want Jimmetje zit beneden. Maar dan gaan we eens kijken of je dat wel oké vindt om een boekje te lezen. Lampje uit. Ik heb hem al uitgedaan, sorry. Jij nog een keer doen. Maar uit. Goed zo. Want Jimmy hebben we wel al eerder boekjes meegelezen. Even de droger uit. En misschien dat het bijdraagt aan leren praten. Dus we gaan het gewoon proberen. Misschien dat je dat boekje wel leuk vindt. Dan moet deze lamp nog uit. Doe je dat? Goed zo. Oh, en je hebt nog geen trui aan. Neem me die nog even mee. En ik wil er helemaal geen druk op leggen hoor, met het leren praten. Alles op zijn tijd. De een gaat gewoon sneller dan de ander. Maar ik wil het ook stimuleren. Dus we gaan het gewoon proberen. Laat je trucje maar zien. Oké. Nee, die was niet goed. Nog een keer. Die was half. Die was half. Goed zo. Jimmy kan de koprol. Hoera. En hopla. Knap hoor. En met de vork eet Jimmy. Maar goed, vertel aan de mensen wat je ervan vindt. Lekker. Is hij geslaagd? Hij vindt vooral ook de bimi heel lekker, hè? Deze wat lijkt op broccoli. Maar lieve schat, dit schiet niet zo op, hè, als je het zo eet. Je moet gewoon, ik kan het ook nog wel kleiner snijden voor je, maar proberen zo te eten van de vork. Ik zal in de omschrijving een linkje delen van welk recept ik nu gemaakt heb. Ah, wat lief hoor. Zo'n lieve broertje, hè. Oh, dat was geen echte. Charlie. Kom, lekker je ijsje eten. Het is heel druk hier. Mijn ouders zijn heel druk. Kom, dadelijk gaat het ijsje alle kanten op. Lekker, hè. Zo, de kindjes liggen erin. Charlie heeft het gewoon heel de dag voorgehouden. Zonder zeuren, zonder echt moeheid te uiten. Bizar, want hij was dus vanaf 11:15 wakker. Echt super knap. Ik zei ook al tegen Thijs, zeg, zul je zien dat hij dus wel een kindje is die straks vanaf 1 jaar of 2 al geen middagslaapje meer nodig heeft. En dat Jimmy gewoon tot 1 jaar of 5 nog slaapjes heeft. Zou zomaar kunnen. Maar goed, het bami-gerecht was echt een succes. Jimmy heeft gewoon bijna alles helemaal opgegeten. Dus hij vond het echt heel lekker. Dus dat is een blijvertje. Hoewel het dus niet echt heel kindproof is met te veel zout. Dus niet te vaak maken. Maar
Het is wel fijn dat hij het lekker vindt. Goedemorgen allemaal. Ik besefte me, Jimmy, dat ik helemaal was vergeten te vertellen hoe het nou eigenlijk gaat met dat we geen tv aanzetten tijdens het eten. Nou, gewoon zo hapjes nemen, niet zo eraf eten, want anders zit alles onder. Hou hem eens goed vast. Gewoon bijten en beschuit. Goed zo. Hoe gaat dat? Hoe vind jij het gaan? Niet. Ja. Jij vindt het niet zo leuk, hè? Maar het gaat wel heel goed, want hij gaat eigenlijk... Na 2 dagen ging hij er al niet meer echt om zeuren en heeft hij het al helemaal geaccepteerd. Dus is gewoon hartstikke goed gegaan. Hè? Nou kan je dan tv kijken als je alles op hebt. En dat doet hij goed, hè? Het is wel een vieze neus. Bah. Bah. Ik vind dat lekker. Wat vind je dat lekker, een vieze neus? Ja. Jimmy is niet meer zo van de brood, dus nu heeft hij beschuit en hij heeft al fruit op. Dan heb je tenminste iets in je buik 's ochtends, hè? Want je krijgt niet zoveel weg 's morgens. Dat is moeilijk, hè? Maar we hebben wel meer mensen last van, hoor. Als je net wakker wordt, dat je nog niet zoveel kunt eten. En Charlie die vindt het sowieso wel oké, gewoon zonder tv. Die eet gewoon. Nee. Wat is dat nou? Mitana? Mitana? Kom eens aan, papa! Goedemorgen. Hallo. Papa was pas om 3 uur 's nachts blijven thuis of zoiets. Ja, dat was wow. Ja. Op school eet Charlie gewoon stukjes dat hij zo zelf steeds hapjes neemt. Maar dat doet hij thuis niet, hè? Nee. Wij moeten het in. Oh. Wij moeten het op onze hand geven. Zo, we zitten met hele bubs in de auto. Want er is iets te leuks te doen. Schijnbaar in het spoorpark in Tilburg. Dat is bij ons best wel in de buurt. Iets met circus en dingen. Ze hebben een draaimolen. En volgens mij hebben ze ook een rups, Jimmy. Die niet kan draaien. Ja, die zo dicht gaat, weet je wel. Ja, dat is bij de rups volgens mij, hè, met zo'n klos. Ik heb gewonnen, denk ik. Denk je nou wel dat je gewonnen hebt? Nou ja, we zullen zien. Maar in ieder geval, opa en oma komen ook. En ik denk dat het wel heel leuk is. Ik ben benauwd, dat zag ik. Oh, die is groot. Ja, wow. Het ziet er al wel leuk uit. Ik zag daarachter ook al iets. Zullen we eens gaan kijken? Ja. Wat zou hier allemaal zijn? En hier ook allemaal tenten. Ja, daar heb ik verteld dat ik een rups had gehoord dat die er ook is. Zie je, dit is toch er is. Allemaal leuke dingen. En een draaimolen voor jou, Charlietje. Vind je vast wel leuk. Nou, ik dacht dat het al wel gewoon heel de dag was. Volgens mij was dat wel zo, maar... Nee. Jimmy is er al naartoe gerend, hoor. Oh, ik dacht gewoon dat daar nog Jimmy was. Maar ik komt in een spijkerjasje. Doet hij nou mee? Ja, dat vind ik al leuk. Kom, we gaan met haar. Pak hem! Ja, je hebt gewonnen. Dan mag je nog een keer. Wow. Ja. Deze hebben ze net opgebouwd. Jimmy is helemaal onder de indruk. Wow. Ze gaan helemaal naar boven, Jimmy. Wow, kijk dan. Thank you.
als snoep komt. Wat Charlie net een banaantje laten proeven, maar hij moet er echt niks van hebben. Van al het snoep niet. Nee. Zo, dat was weer een geslaagd weekend. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden om te kijken. Ik wil jullie bedanken voor het kijken en hopelijk tot de volgende video.